Ik had gewoon het gevoel dat de aarde onder mijn voeten wegzakte. Ik was echt heel erg teleurgesteld. Het Europees Parlement wil pulsvissen verbieden. Het zou slecht zijn voor het milieu. Dat er zo'n besluit wordt genomen op emoties en fake news. Ja, dat is gewoon onvoorstelbaar. Nou, dit zijn de pulselektrodes, die gaan over de bodem. En die glijden als het ware over de bodem heen. Ja, en de vis schrikt dan op en die gaat zo de net in naar het achtereind. Ja, we hebben heel weinig bodemcontact. Nou ja, we zijn overgestapt op de pulsvisserij omdat het natuurlijk een innovatieve en duurzame manier van vissen is. En dat zien we terug aan de vangsten. En dat zien we terug aan het brandstofverbruik. En ook we zien dat er steeds minder kleine vissen in de netten zit. Dus dat is gewoon een goed teken. Dat is plus voor de natuur. Het verbod is een financiële strop voor vissers. Als Europa zijn zin krijgt, dan kun je dit gewoon allemaal weggooien. Hier kan je niks meer mee. In zo'n schip als mij dan praat je over 300.000 euro. 80% van de Helderse kotters heeft een puls. Dus ja, het is hier hot item op het moment. De vissers vestigen nu hun hoop op de ministers. Dat we nu een goede minister hebben en onze minister-president laat ons hopelijk ook niet vallen. Misschien kunnen die nog iets voor onze sector betekenen. Ik ben er echt niet blij mee. Eigenlijk wel verdrietig ben ik er eigenlijk wel om. Maar ja, dat laat ik niet tonen, want ik bedoel, ik ben een kerel, volwassen vent. Maar eigenlijk van binnen houdt mijn hart.